Ik ben Jos Tourné, 59 jaar, van kindsbeen af altijd duivenliefhebber. Momenteel beoefen ik duivensport samen met mijn twee zonen, Xavier en Maxime. Wij zijn viermaal wereldkampioen kunnen worden en dat was destijds ook al in alle disciplines. Dus vitesse, midfond, fond en zelfs overnachting. 2020 was dus het moeilijke COVID-jaar voor vele mensen, maar voor ons was het een echt succesrijk jaar. Wij zijn iets later kunnen starten en ondanks dat winnen we nog 141 maal de eerste prijs. 9 maal de eerste nationale zone en kopprijzen gevlogen op 100 kilometer, maar ook op Barcelona de eerste gewonnen. En nationale asduiven, provinciale asduiven, midvond, Olympiadeduif met Candira gewonnen. Dus een superjaar geweest voor ons. Dan mag ik toch wel zeggen, dit is toch wel onze favoriet op dit moment. Dat is Tico. Die hebben ook, dit jaar vliegt hij nog op Bourges de 32, zo'n nationaal van vele duizenden duiven. Was beste duif van België op 2 jaar tijd op de Bourgeswedstrijden. Nationaal de zone Bourges gewonnen verleden jaar. Dus, en nu hebben we toch gekozen om op de kweek te zetten. Het is echt een wonderduif. De zoon van Koen, trouwens zijn moeder, vliegt ook de eerste nationaal Tulle. Van 13.000 duiven. Vlucht een wedstrijd van 700 kilometer. Dus vliegen kopreizen van 100 tot 700 kilometer. Het is die combinatie van goede duiven, goed voeder, goed management. Dat samen maak je kampioen. Het een kan niet zonder het ander. Maar voeder is zeer belangrijk. Ik heb dus een eigen voeder laten samenstellen door de vakkundige mensen van Beyers. Waarom? Omdat in die tijd, jaren geleden, toen zat ik met veel verschillend personeel rond mij. Personeel, vrienden, een moeder van 80 jaar, een opverzorger die van duiven niks kende. En het was mij zo moeilijk om altijd uit te leggen, vandaag moet je dat voederen, morgen dat voederen. Dus in gesprek met de vakkundige van Beyers ben ik gaan vragen, kijk, kunnen jullie mij geen samenstelling maken die ik dag in dag uit kan geven aan mijn duiven? En zij hebben dat voor mij gedaan. Ik ben daarmee begonnen en ja, de successen zijn niet uitgebleven. Ik ben teweeg gegaan op de vakkundigheid van de mensen van Beyers. Dus zij hebben mij moeten zeggen welke granen. En uiteraard zijn we dan gekomen ook achteraf tot die premium granen. Ik ben 100% op dat moment toevertrouwd of het vertrouwen genomen in de firma, in Beyers. Waarom? Omdat als zij tegen mij zeiden, kijk, een premium graan heeft veel meer voedingswaarde. Ja? Dus op die manier zijn we gaan bekijken welke graan heb je nodig. Ook mijn vraag natuurlijk was dan om datzelfde graan het gans jaar door te kunnen geven, zowel tijdens rui, kweek, vliegperiode. Dus het was niet zo'n gemakkelijke opdracht. Maar ik denk dat we daar vrij snel in geslaagd zijn. Uiteraard is daar duidelijk uit gebleken, door premium te granen heb je minder granen nodig om dezelfde voedingswaarde te krijgen. Maar wat veel belangrijker was, van kijk bijvoorbeeld, er zitten peulvruchten, er zit maïs in. Ja? En uiteraard moet, bijvoorbeeld tijdens de kweekperiode heb je uiteraard een beetje meer erwten waarschijnlijk nodig. Tijdens snelheidswedstrijden een beetje meer suiker. Dus om daar toch een verhouding te krijgen die bijna altijd goed is. Dus dat was de moeilijkheid in die samenstelling. Dus uiteraard begint een jaar bij de kweek. En dan gaan we onze tournee premium gewoon vanaf het begin geven, dag in dag uit. Het is alleen enkele jaren geleden toen de wintermaanden zo vrij extreem koud waren, toen hebben wij wel een toevoeging gedaan van peulvruchten. Omdat we dat toch op dat moment bij die koude nodig vonden. Maar voor de rest is het in principe voor de kweek dag in dag uit Olympiade, dus tournee premium.
Natuurlijk, de periode na de kweek is uiteraard het vliegseizoen. Maar even moet ik misschien toch tussenin vermelden, de jonge duiven. Want de jonge duiven, dus daar stelt ze ook de vraag, maar het is ook geen moeilijk antwoord. De jonge duiven krijgen vanaf bij het spelen, bij het afzetten, al steeds die tournee-premium ter beschikking. Dag in, dag uit. Zonder toevoeging. En dan uiteraard aansluitend daarop begint het wedstrijdseizoen. En voor de wedstrijd is het ook gewoon dag in dag uit altijd dezelfde mengeling. Correctheidshalve moet ik even bij vermelden. Bij de jonge duiven, als je ooit een moment krijgt dat je zegt van oh, nu zijn ze mij te zwaar of gelijk wat, dat je ze bijvoorbeeld te lang moet binnenhouden door omstandigheden, wat een soort gebeurd is, dus door de roofvogel moesten de duiven binnenhouden. En dan was het heel simpel opgelost. De periode dat ik ze wil aan het vliegen krijgen, gewoon een toevoeging van paddyrijst. Een periode lang aan de mengeling, de standaardmengeling uiteraard. En binnen de kortste keren zijn die duiven terug op niveau om perfect te kunnen gaan vliegen. Dat kan soms tot 50% zijn. Dat moet je zelf bepalen. Als je duiven echt op een klein hok zitten en ze zitten fel een kleine ruimte, dan kan het zijn dat ze misschien toch tijdens die periode een beetje te fel. En jonge duiven op een gegeven moment, die moet je aan het vliegen krijgen. Dan moet je een keuze maken. Dus en dat voel je gemakkelijk aan. Je geeft 10% paddyrijst, maar dat kan je verhogen tot zelfs 50%. Totdat je duif dat gewicht heeft, wat ze nodig heeft om vlot te kunnen gaan vliegen. Tijdens het vliegseizoen datzelfde verhaal van diezelfde voeding, dag in dag uit. Maar kijk, daar moet je wel even toch wel een beetje bijsturen. In die zin van, je hebt uiteraard vitesse, midfond, fond, zware overnachting. Natuurlijk, bij mij is al verschil. Wij spelen alles. Hè. Wij hebben 141 eerste prijzen gemaakt, maar dat gaat van 100 kilometer tot 1000 kilometer. Dus, maar ook daar weer is dat grote voordeel van die voeding. Altijd steeds dezelfde voeding. Die doffers, vitesse, midfond, fond, dat traint samen. Die de vinnen, uiteraard hetzelfde, dat traint samen. Maar daar moet je wel een klein beetje een aanpassing. Het is te zeggen, een duvin bijvoorbeeld, op wetenschap, want we spelen totaal wetenschap. Die duvin, die moet je een beetje, moet ik zeggen, de voeding onder controle houden. Die duvin moet gehoorzamen. Dus daarom die voeding aangepast. Dus het is te zeggen, juist voldoende, of dat nu 30 gram, 35 gram, ook dat is dikwijls afhankelijk van warmer weer, kouder weer, meer getraind, minder. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, het moet 30 grammen zijn. Maar het komt erop neer, de duvin moet gehoorzamen. De doffer, als wij tijdens de zomermaanden de doffers gaan 2 maal per dag trainen, 's morgens een uur en 's avonds een uur, dan is de maatstaf de volgende. Ze krijgen ongeveer een soeplepel eten als ze binnenkomen, per duif. En als ik de tweede keer in de namiddag die duiven ga uitlaten, dan mag er nog een beetje, want er zit een klein percentage paddyrijst in onze samenstelling, en dat er nog een beetje van die paddyrijst blijft liggen, dan heb je eigenlijk de doffer juist eten gegeven. Als de wedstrijden zwaarder worden, en wanneer dat belang is van die toevoeging van die zwaardere mengelingen, dan is dat ongeveer 80% van onze mengeling, van de tournee premium olympiade. En daar doen we van ieder een 10%, dus 20% in totaal, long distance TT, dus, en dan galaxy energy. Dus dat voegen we toe. Boven de 500 kilometer, marathonwedstrijden, afhankelijk van de zwaarte voordien en de zwaarte van de volgende wedstrijden, wordt er een dag meer of een dag minder die toevoeging gedaan. Voor de jonge duiven is het uiteraard hetzelfde als je echt deelneemt, gelijk in België de wedstrijden voor jonge duiven soms ook intensief kunnen zijn. Wedstrijden van meer dan 500 kilometer, week na week. Dan komt diezelfde verhouding van, dus die toevoeging van die 10 à 20% long distance TT Galaxy Energy, ook weer noodzakelijk om toch ervoor te zorgen dat die zeker de jonge duif week na week kan deelnemen aan de wedstrijden. De rui is ook vrij eenvoudig, want door het feit dat die duif steeds en altijd diezelfde basismengeling krijgt, is dat verteringssysteem van die duif perfect in orde. En een goede rui, die zal je hebben als je duif gezond aan de rui begint en je geeft ze een goede voeding, dan zal die rui perfect verlopen. Wij voegen dan nog wel die rui-stimulerende granen eraan toe.
Dat vind ik wel van belang. Er zit ook wel lijnzaad in en dergelijke, die toch wel ervoor zorgen dat dat nieuw duivenkleed, die nieuwe pluimage, dat die perfect verloopt. Dus die toevoeging daarvan is toch wel, als je zegt een percentage, tussen de 5 en de 10% durf ik daar zeker in het begin, als de rui hevig is, eraan toe te voegen.